Religieuze leiders verschillen van mening over het wel of niet openstellen van gebedshuizen. Waar een deel zich op het standpunt stelt dat er behoefte is om de gebedshuizen te openen, vinden andere kerkleiders het op dit moment nog onverantwoordelijk hiertoe over te gaan. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren met verschillende religieuze leiders gesproken om hierover van gedachten te wisselen. Robert Bipat, fungerend secretaris van de IRIS, en Serge André, voorganger van de Baptistengemeente, geven aan dat er behoefte is om de gebedshuizen fysiek te bezoeken, met inachtneming van de COVID-19-protocollen. Preses Desiree Peerwijk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname vindt dat het nog niet de tijd is om de kerken te openen. De kerkleider vroeg het staatshoofd dan ook nog even te wachten met het opstellen van de kerken, met het openstellen van de kerken. In samenspraak met de geestelijke leiders kan er wel een standpunt worden ingenomen, zegt Peerwijk.